nieuwe laag verf voor West-Riebergh. En ook in Suriname Wereldhondendag. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Ons grootste ziekenhuis zit diep in de problemen. Behalve geld missen zij ook mensen zoals verpleegkundigen, doktoren en specialisten. De meeste personeelsleden trekken allemaal naar het buitenland. En dat geeft eigenlijk de kern van het probleem weer, namelijk de salarissen. Want daarvoor, en om het ziekenhuis draaiende te houden, is er niet genoeg geld. Het personeel heeft deze problemen nogmaals bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Het academisch ziekenhuis Paramaribo staat op een kritiek punt door een ziekenhuisbreed tekort aan zorgpersoneel. Het vertrek van ons personeel naar het buitenland heeft een ernstige impact op de zorgverlening binnen het ziekenhuis, waarbij zowel algemene als specialistische afdelingen zwaar getroffen worden. Het medisch bestuur dat bestaat uit verschillende specialisten heeft de pers te woord gestaan en heeft uitgelegd wat de problemen zijn en ze gaven meer informatie over hoe erg het personeelstekort is. De situatie heeft geleid tot een afname in de kwaliteit van zorg en dwingt het AZP ertoe om bedden op essentiële afdelingen zoals de NICU, de neonatale intensive care, maar ook de kinderintensive care, te sluiten. Dit is noodzakelijk om de minimaal vereiste kwaliteit van zorg dat geboden wordt te kunnen handhaven. De werkdruk voor ons overgebleven personeel is ondraaglijk hoog, wat resulteert in toename van ziekteverzuim en demotivatie. Hierdoor komt de continuïteit van zorg in het geding, wat gevaarlijke gevolgen heeft voor patiënten. Het aantal patiënten dat opgenomen en behandeld kan worden, wordt verder beperkt. Dit leidt tot noodlottige gevolgen, zoals verergering van ziekte of zelfs onnodig overlijden. Natuurlijk zijn dit niet alle problemen. Maar ze hebben het niet alleen gelaten bij het uiten van hun ongenoegen. Ze hebben ook oplossingen voorgesteld, waaronder het opzetten van een crisisteam. Het medisch stafbestuur van het AZP pleit daarbij ook voor de oprichting van een crisisteam dat de problemen gedetailleerd in kaart brengt en met concrete oplossingen komt. Dit team moet in nauwe samenwerking met de directie van het AZP, de overheid en andere stakeholders om tot duurzame plannen te komen om de ziekenhuiszorg in Suriname te redden. De tijd dringt. Zonder ingrijpen zullen we genoodzaakt zijn om de zorg verder af te schalen, met alle gevolgen van dien voor de samenleving. Een aantal ideeën die zijn voorgesteld zijn extra verpleegkundigen op onder andere de kinderafdelingen. COVAP-studenten krijgen extra trainingen en er worden in oktober zorgverleners uit het buitenland verwacht om het tekort te verhelpen. De verpleegkundigen die er zijn, krijgen nu een extra vergoeding om te zorgen dat ze niet vertrekken. Natuurlijk is dit maar een tijdelijke oplossing en hoopt men dat er aan een permanente oplossing wordt gewerkt. De politie waarschuwt voor skimming bij geldautomaten. Dit is wanneer criminelen apparaten gebruiken om stiekem je bankgegevens te kopiëren. Sinds 19 augustus zijn er veel meldingen van mensen die geld kwijt zijn zonder zelf te pinnen. Daarom roept de politie op om extra voorzichtig te zijn. Kies een veilige plek om te pinnen en scherm altijd je pincode af. Controleer regelmatig je bankrekening en meld verdachte transacties meteen aan je bank. De directeur van de SWM, Clifton Linga, zegt dat de waterproblemen in de getroffen gebieden tijdelijk zijn verholpen na dringende onderhoudswerkzaamheden op het William Kraanplein. Een lek in een oude buis is gerepareerd, maar een definitieve oplossing volgt pas na de droge tijd. Gebieden zoals Charlesburg en Altona krijgen binnenkort verbeteringen met nieuwe pompen en een boosterstation. De VN heeft dringend opgeroepen tot wereldwijde actie tegen de stijgende zeespiegel die de Pacifische eilanden bedreigt. Volgens nieuwe VN-rapporten stijgt het zeewater daar veel sneller dan gemiddeld wereldwijd. De eilanden krijgen te maken met steeds heftigere overstromingen en stormen.
Dus vraagt de VN-landen om meer steun te geven aan deze eilanden en om snel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om verdere schade te voorkomen. Ergens in het district Wanica staat er een school die zich al klaarmaakt voor het komend schooljaar. Het project Colorful Communities houdt zich bezig met het verrichten van kleurrijke doelen en is bezig de school een laag motivatie bij te verven. Stel je eens voor, na de vakantie kom je naar je school en die ziet er anders uit dan je kent. Nieuw plafond, nieuwe kleuren, een hele nieuwe blik voor jou geopend die jou voor het komend schooljaar motiveert dat jij jouw rapport dan helemaal blauw lakt. Dit heeft Colorful Communities gedaan voor OS Rebergschool. School. Dit project zorgt voor zulke mooie en sociale projecten wereldwijd. Met New Paint for a New Start zijn ze bezig niet alleen scholen, maar ook diverse openbare plekken op te knappen. Dat gebeurt met elk project elke keer één laag vrolijker. We weten dat dit al gebeurt, maar we willen toch iedereen die dit al doet en wie dit nog niet doet, aanmoedigen om nog meer te doen. En onze jonge Surinamers helpen om een goede toekomst tegemoet te gaan. Hier in Suriname worden voornamelijk scholen aangepakt. OS Rebergh kreeg deze keer niet gewoon een verflaag, maar een verflaag waar de kleuren zorgvuldig zijn gekozen door de leerkrachten en de organisatie. De kleuren zijn niet gewoon de standaard witte muren die je op school hebt, maar kleuren die door wetenschappers zijn bewezen dat ze mensen motiveren. Ja, dus als je in zo'n omgeving zit met die kleuren, dan ben je beter in staat je te concentreren. Daar hebben heel veel knappe mensen heel lang over nagedacht. En zo zijn een aantal kleuren tot stand gekomen die we hier dan toepassen. Wat heel leuk is, is dat een ieder bij elkaar is gekomen om dit voor de kinderen van OS Rebergh te doen. Er hebben zich 75 mensen aangemeld, waaronder 15 mensen van het bedrijf Arasio. Leerkrachten, buurtbewoners en commissies. Ook een schilder van ver en een bekende Surinaamse volleyballer. We zijn van de buurt en er is een buurtorganisatie of een commissie die dan de jongeren, de kinderen hier op school, toch wel een fijne plek wil geven. En ze hebben onze verrassen willen meehelpen en daarom zijn we nu hier als buurtbewoner. Prachtig, zo wel. Dit is mijn dagelijks werk wat ik doe. OS Rebergh was en is niet de enige school die zo wordt opgeknapt. Er zijn al een aantal scholen opgeknapt die op de aanvragenlijst waren. Ook is er weer met een kunstenaar samengewerkt om een mooi kunststuk achter te laten. Wij zijn benieuwd wat die uiteindelijk zal zijn. Vier poten, een natte neus en een kwispelende staart. In verband met Wereldhondendag zijn er veel evenementen geweest waar de liefde voor Canis familiaris werd gevierd. Ook hier in Suriname, waar eigenaren samen zijn gekomen om een loopje met hun hond te doen. Op het terrein van Sana Budaya was er niet alleen voor de baasjes wat te eten en te drinken te kopen, maar voor de honden ook. Onder de organisatie van Rotary Club Afresh was er echt iets voor iedereen op het Walk With Your Dog evenement. Er was een demonstratie van een hondentrainer, maar daar hebben wij het later in de week over. Ook was er een talentshow voor de trotse eigenaren om te laten zien wat hun viervoeters kunnen doen. En een fotohoek om de dag vast te leggen. Dit alles kwam na de daadwerkelijke tocht met de honden The Walk With Your Dog. Het evenement is niet alleen voor de gezelligheid, zegt de voorzitter van Rotary Act Club of Fresh. Het is een fundraiser. De fondsen die worden gegenereerd, ze gaan allemaal naar de community service projecten van de Rotary Club of Fresh. Een paar voorbeelden van projecten van vorig jaar zijn bijvoorbeeld onze jaarlijks terugkomende mangrovenproject, waarbij we naar Weg naar Zee gaan om mangroves te planten. Vorig jaar was de focus vooral gericht op mental health, waarbij we een aantal mental health projecten hebben georganiseerd. We zijn bijvoorbeeld naar Lyceum 1 geweest, naar Natin geweest om sessies te verzorgen over mentale gezondheid en de awareness te vergroten. En ja, dit jaar hebben we ook een aantal community service projecten in de planning staan.
En een van ze is dus waarbij we de focus gaan leggen op SOAS en de preventie daarvan in Suriname, gezien de incidentie dus ook stijgt in het land. Het heeft zijn voordelen, een hond hebben. Ten eerste is het onderdeel van de familie, dus is die meteen uitgebreid. Gewoon tijd met je hond kunnen spenden. Als je geen sociaal broertje hebt, kan je met de hond spelen. En gewoon in de vrije tijd kan je gaan spelen en zo. Maar een hond hebben heeft ook nadelen. Als ze de hele avond blaffen of zo. Dat die poep, je moet het opruimen. Maar? Het is toch wel leuk. Maar toch hebben zoveel mensen een hond. Waarom? Kijk dan. Hiermee zijn we gekomen aan het eind van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.